Elke keer als ik die noten speel dan is het alsof de wereld niet meer bestaat. Mag ik dit gezellige samen zijn misschien heel even onderbreken met een mededeling van algemeen belang? Oh, ja, 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 ja. Okay. Nee, niet gaan zitten. Hè? Jawel, doe maar wel. Straks Louis, was het niet blauw. Zitten. Wat gebeurt er? Mooi. Maler. Dat was geen maler. Ja, ik vond het wel mooi. Dank je. Ik was in de buurt. Ik moest de auto van de notaris repareren. Een auto repareren in die kleren? Ja. Nee. Nee. Nee, nee, we hadden elkaar niet meer gezien en ik dacht... Misschien kunnen we nog eens afspreken. Ja, ik had eigenlijk gehoopt je bij de bijeenkomsten zien van de NSB, maar je was er niet. Was je daar? Ja, iedereen was daar. Dirk ook. Ik hoorde dat ze daar die film hebben getoond. Over de Joden. Ja, klopt. En? Interessant. Interessant? Mensen vergelijken met ratten. Oh, maar dat moet je niet zo letterlijk nemen, hoor. Oh, nee? Nee, die film die zegt dat... de Joden gevaarlijk zijn. Omdat ze macht hebben over heel de wereld. En ik begrijp best dat veel mensen daar bang van worden. Maar zo bang dat ze... Goed. We gaan stemmen. Wie wil er dat Zegers bij ons komt? Nou, lijkt me duidelijk. Meekomen. Wacht! Wacht even, alsjeblieft. Wacht! Ik wil ook even iets zeggen. Als ik mag. Ja, Daan heeft gelijk. Er wonen Duitsers bij Louis in huis. En ja, zijn broer zit bij de SS. En ja, hij weet niet of hij in staat zal zijn zijn eigen broer dood te schieten. Maar zijn dat redenen om hem bij ons te weigeren? Ik heb met eigen ogen gezien hoe fel Louis tegen zijn broer inging. En ik weet ook dat hij een Joodse vriendin heeft. Die ondergedoken zit. Je moet er in deze tijd moed voor hebben. Je hart te volgen en voor een Joodse te kiezen. Maar hij doet het, Louis. Hij riskeert het. Was ist das denn? Ein Notsignal.